Er staat hier ineens een heel raar roze varken. Welkom allemaal bij Content Veen seizoen 4. Ik sta hier bij mijn prachtige, wat is het, cactusmannetje. En Harlow noemt hem Mactus. In plaats van cactus. Dat vind ik heel leuk. Mijn buurman heeft een huisje gebouwd en ik vind het er leuk uitzien. Hier wonen meneer Varken en meneer KB. Meneer Varken, je bent weer thuis. In de vorige video mocht ik oppassen op meneer Varken. Ik mis je nu al. Ik vond echt dat wij een goede samenwerking hadden met z'n twee. Waar ben je? Hij is weg. We hebben hier nu ook Arzold de Vis. Hallo Arzold, welkom. En ik vind het vooral leuk dat jullie er weer zijn. Goed, ik zie dat Justin op het moment online is. En die vroeg aan mij of ik Kelsite voor hem heb. Nope, 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 nope. We gaan erheen en doen alsof we het wel hebben. Boer Justin! Hey, hey jongen! Hoe is het met jongen? Hoe is het met jongen? Ja, jongen? Daar leggen we een broertje in. Ja. Ja? Wat is met je oog gebeurd? Ja, dat is die, daar is mijn andere. Heb je mijn prachtige... Ja, het is ik zie beetje... net naar buiten. Ik word net wakker en ik kijk er naartoe. Ik denk, wat ja, gebeurt hier allemaal? Weet je wat mij opvalt, Justin? Als je die kant van het meer bekijkt, daar staat al van alles. En dan kijken we naar deze kant en hier heb je eigenlijk gewoon een plat platform. Daarom heet het platform. Wow. Wow, wat vet. Nee, hey, hoe is het? Ja, goed, denk ja. ik. Ja, je bent goed op weg zo te zien met je platform. Ja, mooi hè? Ja, maar jij wilde Kelsite. Ik wil graag Kelsite, maar ik wil het ook wel zelf halen. Maar ik dacht, misschien heb jij het wel. Oh, nou, weet je wat het is? Wat wil je ervoor? Geven bedoel ik. Ja. Oh. Wat wil ik ervoor? Wat wil ik ervoor? Wat zou je ervoor bieden? Wacht, dit kunnen we koelen. Wat wil je daarvoor bieden, Justin? Nou, wat leuk dat je het vraagt. Ja, hè? Waarom kijk je me niet gewoon aan? Oh, sorry. Wat wil je ervoor bieden? Ja, wat wil ik ervoor bieden? Ja, ik heb momenteel niet echt heel veel bijzondere dingen. Oh. Ja, ik heb wat voor jou. Oh, wat heb je voor me? Ik heb wat voor jou. Loop bij me wat mee. Heb je? Oh, we gaan. Doei. We gaan het beeld uit. Kom mijn huis in. Ik kom ja. Wat prachtig dit, hè? Jeetje. Ja, mooi, hè? Echt heel mooi, ja. Ja. Ja, het is even wat. Een beetje knus. Het heeft wel wat, inderdaad. Ja. Een beetje boers. Beetje, maar ook wel oers. Gewoon. Ja, nee, dat klopt. Je hebt wat voor mij. Als het die emerald is, word ik heel boos op je. Is het emerald? Ik wou net emerald pakken. Ja, dan moet ik nog even over één ding met je hebben. Ik heb helemaal gekelsite. Maar we kunnen wel samen op pad gaan. Ik moet namelijk ook nog de grot in, want ik heb ook een leuk plan voor mij vandaag, wat ik allemaal moet gaan doen. Ja, maar ik moet gewoon een huis bouwen. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dus daarom moest ik Kelsite hebben, want ik heb een leuk huisje gevonden. Dus denk ik, dat wil ik nabouwen. Ja, Kelsite, jij... die moet je denk ik wel bij de bergen vinden ofzo. Ja, nee, meestal is het in water. In water moet je zijn, en dan... Oh. Volgens mij is dat zo, en dan zit het onder water, zitten soms van die koepels, en daar zit het dan niet. Cool. Ja, vet hè. Oh, ik zit op je hoofd. Ja, maar niet, moet kunnen. Moet kunnen. Wie gaat daar wonen? Waar? Daar. Wordt daar gebouwd? Nou, dat is dan een boomstronken. Dat is gewoon, iemand heeft daar blaadjes gehakt, Justin. Oh, wat sneu voor die boom. Sneu voor de natuur. Jij bent ja. De boer, daar moet jij wat aan doen. Ja, maar hoe? CO2-uitstoot, Justin. Nee, oké, ik ga ervan door. Ja, als je me nodig hebt voor iets, moet je het zeggen, oké? Ja, ga ik doen. Doei! Doei! Goed jongens, mijn planning voor vandaag bestaat uit een aantal dingen. Ik wil ten eerste, als we hier even kijken... Ik vind de onderkant van dit platform hier vind ik niet mooi. We hebben die bruine pot en dan is het pad hier is ook bruin. En ja, dat kan niet helemaal. Dan hebben we ook nog het interieur van dit huis hier... en al dat mos op de grond en die stronk en die wortel hier. Dat moet ook anders. We gaan vandaag gewoon beginnen aan het interieur. Maar ik mis meneer Varken, mis ik wel echt heel erg, jongens. Ik denk dat ik zelfs gewoon een klein soort van verrassingje ga bouwen voor meneer... Ja, meneer Vark, voor jou. Ik ga een verrassingje voor je bouwen. En dat zal te maken hebben met mijn interieur. Ik heb al een beetje spulletjes verzameld hier en daar. Nou, althans verzameld. Dit is eigenlijk gewoon wat ik nog over had van het bouwen van dit meesterwerk hier. Maar er zijn een aantal dingen die ik op het moment nodig heb, die ik nog niet heb. Punt 1 daarvan, die kan je hier nu zien, dat is bamboe. Ik heb bamboe nodig, want daar kunnen we mooie blokken van maken. En punt 2 wat ik nodig heb is deep slate. En ik heb eigenlijk gewoon nog heel veel meer nodig. Maar dat zijn vooral de hoofdpunten die ik nog niet heb op het moment. Maar ja, het ding is, als je die wil krijgen, dan moet je gaan minen. Natuurlijk, nou, althans voor de deep slate moet je gaan minen. En dit is mijn laatste pickaxe en ik heb nog maar 11 ijzer. Ook niet heel fijn. En mijn eten is ook nog eens bijna op. Het zijn droevige tijden, jongens. Hele droevige tijden. Laten we even dit houten zwaardje meenemen. Trekken we mijn schoenen en mijn shirt trekken we aan. Of mijn schoenen en mijn jas. Slapen we even in mijn bedje. Scheuren we hem langs het huis van Char. En gaan we op weg naar de jungle. En elk dier dat ik tegenkom ga ik even slachten. Zodat ik ook gelijk weer eten heb. Want ik heb nog maar 3 mutten. Mutton. Schaap, schaap. Nog een schaap. Je bent geen aap. En nog een schaap.
Ah, jongens, de jungle, daar zal je hem hebben. Het is echt een mega jungle en hij is helemaal niet zo heel ver. Want als je kijkt, daar hebben we mijn cactus al, of de mactus. Shout-out naar Harlow voor die naam verzinnen. De enige reden dat ik hier ook ben, is om bamboe natuurlijk voor elkaar te krijgen. Maar zoals je kan zien, meneer KB is hier al druk bezig geweest met allemaal villagers. Doei KB, ik zal nooit meer uw iron stelen. Groetjes Harlow, hier is wat gebeurd in het verleden. Ik zal hier nu waken over de village. Jij, hé, jij daar. Ik zal over jou waken. Niet over jou. Doei. Bamboe! Waar zit je? Boomba baloo! Ik heb 1 bamboe gevonden en een schaap. Wacht, jij gaat eerst dood? Ja. En bamboe. Kijk, dat is goed. Kom maar mee. Kom maar mee. Nog meer bamboe. Nog meer bamboe. En nog meer bamboe. En een varken! Hier komen! Oh, een vogel! Hebben we seeds? Ik heb 1 seed voor jou. En het was niet genoeg. 2 seeds. Oh, dat was precies genoeg. Let's go. Kapitein Snavel is terug. Goed, terug naar huis. Maar dan moeten we eerst de spannende jungle door. Oh, het is zo spannend. Hé, hey, vogeltje. Hallo, ga je mee? Of ga ik je dood... Nee, ik ga je niet doodmaken. Oké, meneer de vogel, we zijn weer thuis. Ik ga jou een plekje geven. Wat dacht je van de neus van het varken? Dat is wel een mooie plek, of niet? Kom maar op. Kom maar, nee, kom. Waar ga je nou heen? Ga maar op de furnace dan, ook prima. Ik heb van mijn buurman KB veel klachten gehad dat deze cactusfarm erg lelijk is. Dus laten we hem ook gewoon eventjes vriendelijk weghalen. En dat hebben we dan ook heel simpel gedaan. Maar hij heeft niks gezegd over een bamboefarm natuurlijk. Die kunnen we wel gewoon hier en daar planten. Oh, dat gaat helemaal fout. Die kunnen we dan natuurlijk wel gewoon hier en daar planten. Dat is allemaal geen probleem. Daar heb ik je te pakken, buurman KB. Meneer Varken, als je dit kijkt, ik hou van je. Goed, we moeten heel even snel deze bamboefarm hier plaatsen. Zodat we zo snel mogelijk heel wat bamboe kunnen krijgen. Want die blokken zijn echt heel duur. Bamboeblokken zijn echt vreselijk duur. Gelukkig groeit bamboe, zoals je hier kan zien, wel heel snel. Oké, ik denk dat het klaar is. Ik denk dat ik hem zelfs gewoon zoals dit kan doen. Zo, hoppakee. Dit gaat vast wel snel groeien. Het groeit zelfs zo snel dat ik gewoon dit kan doen. Wow! Explosie, wat geweldig. En ineens staat er overal bamboe. Het is ook niet te geloven hoe snel dat groeit allemaal in deze tijd, hè. Ik mis mijn tweede oog. Goed, laten we deze bamboe dan ook gelijk eventjes hakken. En gelukkig gaat het heel snel met zo'n zwaardje als deze. Hij is stuk. Het is echt heel verdrietig. We hebben een nieuwe. Een houten deze keer. Of een stenen bedoel ik. Oké, je zou zeggen dat dit volgens mij wel genoeg bamboes zou zijn. Ik heb niet heel veel nodig, maar die blokken zijn gewoon zo duur. Oké, alles is gehakt. En als het goed is, is alles opgepakt ook. Kijk, en het ding is, ik moet allemaal die blok of bamboe hebben. En alles wat je net zag is nog niet eens 1 stack van dit blok. En ik heb ongeveer 1 stack van die planken nodig. En dat zijn deze. Oh, dit gaat echt heel verdrietig lang duren. Oké, dan is dit genoeg. Dit zal wel ongeveer genoeg zijn. En dan heb ik nog dat andere blok. Wat is dat? Maak ik dat met slabs? Oh, dat maak ik met... Oh, die zijn nog duurder. Waarom wil ik dit blok gebruiken? Oh, waarom wil ik deze gebruiken? Oh, trouwens, dit is genoeg, joh. Oh, joh, dit is meer dan genoeg. Niks aan de hand, dames en heren. Niks aan de hand. Goed, en dan is het nu tijd om te gaan minen. Wens me succes, rood vogeltje. Het enige dat ik nodig heb is deep slate, volgens mij. Moeten we gewoon even heel diep de grotten ingaan. Ja, deep slate. Ik heb ongeveer een stack nodig. Iets meer, denk ik. Gelukkig is het niet zo moeilijk om deep slate te hakken, jongens. Het zijn maar gewoon simpele, donkere blokjes. Oh, dit is helemaal per ongeluk gegaan. Ik was gewoon deep slate aan het hakken en ineens vind ik diamonds. Mijn eerste diamonds. Jeetje. Hoe kan het gebeuren? Zomaar willekeurig. Ik ben niet zomaar een oger nu. Ik ben een rijke oger. De rijkste van de server. En eigenlijk ook de enige oger van de server. Snel naar boven, want ik heb ook genoeg deep slate. Laten we deze diamonds ook gewoon even veilig hier in de kistje stoppen. Het deep slate ga ik wel omsmelten tot gewoon normaal deep slate weer. Want ik vind deep slate vind ik mooier dan cobble deep slate. Zeker waar ik het voor wil gaan gebruiken. Goed, dan heb ik nog een aantal simpele dingetjes nodig. Zoals roze wol en misschien nog wat carpets en zo. Maar ik denk dat we gewoon kunnen gaan beginnen. Met mijn prachtige interieurtje. Welkom bij de huismakeover van Walnuts met 1 oog. Vandaag gaan we deze potten makeover geven. Want zoals je kan zien ziet het interieur er niet uit. En ik mis echt mijn tweede oog. Laten we beginnen door deze vloer eerst even weg te halen. Vervangen we hem ook direct door bamboeblokken. Zo, dat is ook dan weer gedaan. Dat ziet er al een stukje mooier uit. Mooie groene tapijten. Een raar groen hoekje daar in het hoekje. Dat hoekje gaat voor jou worden, meneer Varken. Ik hou van je. Gaan we even hier en daar wat muren bouwen, zodat we een beetje een leuke indeling kunnen creëren. Bing, 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 bong. Bing, 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 bong. En dan gooien we dit dicht. Nou, dit ziet er al een stuk beter uit, hè, als we er nu doorheen lopen. Maar het is nog lang niet klaar. Nu is het tijd voor meubels, voor spullen, voor kisten. Oh,
het is wel heel dicht bij de camera. Het is tijd om de rest te gaan bouwen. Jeetje, het schiet al op dit interieur, hè. Het is gewoon bijna mooi. Moet je dit zien, er zit een gat in de muur. Aan deze kant hier hebben we nu dit hoekje. En die is natuurlijk voor meneer Varken. Alleen ben ik bang dat meneer Varken al die bruine poepblokken niet echt heel mooi vindt. En dat kunnen we oplossen door gewoon veel roze blokken te pakken. Maar daarvoor moet ik roze dye hebben. En mijn roze dye is volgens mij een beetje op. Maar ik heb nog wel dit ene bloemetje hier. En als ik daar een beetje boomwiel op gooi, dan krijg ik nog meer roze bloemetjes. En daar kunnen we dan weer roze dye van maken. Het enige probleem is dat mijn boomwiel op is. Dus we moeten even naar de Nether. Boomblocks! Hey, in Netherfort is altijd welkom! Hey. Oh, diamonds. Nog even wat netherwart meenemen. Altijd welkom. Ik moet zeggen, de geluiden zijn eng. Maar eigenlijk kan het ook wel vredig zijn om in de nether... Oh, nee, wat is dat? Nee, meneer Varken, ik kom nooit meer naar de nether. Goed, tijd om het hokje van meneer Varken te bouwen. En dan hoop ik dat hij het leuk vindt. Wauw, wat een mooi hok ineens. Ongelooflijk, hij is roze. Goed, het interieur is zo goed als... Oh, wat is dit nou voor gekke deur? Ik heb besloten om mijn deur weg te halen. En we hebben er gewoon... dit geplaatst. Ik leg zo meteen wel uit waarom. Maar goed, nu is natuurlijk het ding. De buitenkant hier ziet er ook nog niet echt heel mooi uit. Dat mos hier is zo, was toch een slechte keuze. Dat bruin hier gebruiken was ook een... Weet je wat? Jij glasblok, ga maar weg. Ga maar allemaal stuk. Weg ermee. We gaan dit ook even vervangen. Kijk, want nu ziet het er zo uit. Je hebt die bruine pilaren op de ondergrond en zo. En dat matcht gewoon niet. Dat is gewoon niet goed. We gaan het ontoveren. Jeetje, wat een verschil ineens. Hé. Het is steen en... Wacht, vanaf hier kan je eigenlijk niet alles zien. Ik ga jullie wel gewoon een rondleiding geven. Goed, welkom bij de rondleiding van mijn startersbasis die nu officieel soort van een beetje af is. Er zijn nog een aantal dingen die ik wil doen, maar die kunnen we pas regelen nadat we gemined hebben. We hebben hier nu een soort van oprit met asfalt en een stoep. In plaats van dat we mos hebben, hebben we het een beetje moderner gemaakt, omdat dat meer bij het hele idee van dit bouwwerk past. Dan heb ik hier een leuk bankje waar je gewoon op kan zitten, zo hartstikke leuk. Dan heeft meneer Varken nu ook zijn ingang waar hij daadwerkelijk doorheen... Oh, ik zie wel dat hij via boven moet trouwens. Het gaat niet werken op deze manier, hij moet zo moet die ingang zitten. Nee, ook niet. Wacht. Zo moet hij. Kijk, nu als de ingang open en dicht gaat, gaat hij daadwerkelijk omhoog en kan hij er zo onderdoor lopen. Dan als we doorlopen, heb ik het nu een beetje veranderd naar steen en gewoon, ja, wat zeg ik, een wat moderner iets. Dan hebben we deze ingang zoals dit. En dit is puur zodat de monsters er niet doorheen kunnen lopen en ik wel, weet je. Maar dan heb ik ook geen deur meer. Ik heb het gezien bij Char, die heeft het ook. Ik denk, wij doen het ook gewoon. Dan als je binnenkomt, heb je hier nu de ingang naar het hoofdkwartier hierboven, oftewel de verkeerstoren. Dan hier rechts heb je een beetje de slaapkamer en de slaapkamer van meneer Varken. En ik ga zo meteen nog meer duidelijkheid hierover geven. Hier wil ik mijn allereerste armor setje op doen zodra ik betere armor heb. Hier hebben we een leuk computertje en hier hebben we de kistenruimte. Alleen, zoals je ziet, overal staan nog die lelijke torches in plaats van lanterns. En ik heb ook gewoon geen normale tools meer. Ik ben met stenen tools aan het werk, jongens. Maar zoals jullie gezien hebben, hebben we wel 6 diamonds. Want ik had diamonds gevonden in de vorige video of eerder deze video. Volgens mij eerder deze video. En ik heb diamonds gevonden in een Nether Fortress. Dus we kunnen wel een diamond pickaxe maken en ik wil dan een diamond axe maken. Zo, dan hebben we een diamond axe en een diamond pickaxe. En voordat ik dit allemaal naar binnen wil verplaatsen... wil ik eigenlijk nog eventjes minen. Dus laten we maar naar de mine gaan van meneer KB. Oh, oh, even kijken. Hier is dat volgens mij. Hier naar binnen. Hier is het. Hier is het gewoon. Oké, ik ga minen. Doei! Hakken we wat kool. Wat ijzer erachteraan hakken kan ook geen kwaad. Een beetje koper hier en daar. Nog meer ijzer natuurlijk. Dat heb ik echt het meest nodig, ijzer. Kijk, nog meer ijzer en een zombie. Dan laten we eerst het ijzer hakken zo en dan pakken we daarna de zombie. Ga jij maar dood. Tot ziens. Hoppakee. Nee, hoppakee. Oh nee, ik haat skeletons. Daar ren ik wel voor weg. Oeh, mine rails, die gaan we meenemen. Want ik heb ook nog binnenkort een ander leuk idee. En deze blokken zijn best wel duur. Kost ook allemaal weer ijzer. Een name tag! Een name tag in een kist. Wat top. Daar ben ik heel blij mee. Kunnen we dieren namen geven? Hey, lapis lazuli. Dan hebben we ook nog gold dat we nog niet hebben gehakt. Redstone hoort er ook natuurlijk bij. Is dit nou obsidian? Hoe komt er hier obsidian? Ah, oké. Okay. Heel raar dit. En de enige die nog miste natuurlijk was diamonds. En het is er... Oh, het is gelukkig niet eentje. Ik wou zeggen, het is er maar eentje. Nee, het zijn er wel meer. Het zijn er wel 2 hele diamonds. Mijn inventory zit alleen vol. Is het niet meer? Is er echt maar 1 of 2? Oh man. Nou, ik kan op zijn minst een schep maken nu. Weet je, ik ga nog even doorminen en dan zie ik jullie boven. Volgens mij komt er ook een zombie aan, dus ik denk dat ik maar... ik ga er vandoor. Jeetje, wat veel explosies deze video al. We zijn gewoon klaar met minen en we hebben zo
belachelijk veel goede dingen. Laten we dan ook even naar binnen lopen. Ik weet niet waarom ik deze kant op liep. En dan gaan we het even in deze kist. Hier gaan we het sorteren. Het is ongelooflijk. Maar we hebben echt waar ik voor kwam met ijzer. Dat hebben we genoeg vanaf nu. We hebben wat redstone en lapis lazuli. Is altijd handig. Koper ook. Maar vooral... Nou, we hebben wel weinig kom. Maar dat komt omdat ik vooral diep onder de grond zat. En deze 14 diamonds zijn echt geweldig. Enige is dat ijzer. Ja, dat gaat bijna niet gesmolten kunnen worden. Omdat ik heb niet genoeg kool daarvoor. Wat verwacht je van me? Ik heb veel meer kool nodig. Nou, we kunnen het even goed proberen te smelten. En terwijl dat allemaal aan het smelten is, denk ik dat het tijd is om even mijn spulletjes van hier naar daar te verhuizen. En dan ben jij ook aan de beurt, meneer Vogel. Dan ga jij ook naar binnen. En jij, meneer Varken, ik weet niet of je mijn video kijkt. Het is ook binnenkort jouw beurt. Om een slaapfeestje met mij te houden. Goed, dit gaat echt een hele vervelende taak worden. Oké, we zijn inmiddels halverwege. En het schiet op zich op, maar ik moet al deze twee volle kisten. En het leuke is... Ik heb echt maar... Wat zijn het? 8 kisten om in te... Ik heb het niet goed over nagedacht. Ik heb maar 8 kisten. Dat is echt te weinig. Hier stop ik gewoon letterlijk al het soort steen dat ik kan vinden. Stop ik hierin. Hier stop ik allemaal gekleurde blokken zoals wol, terracotta en concrete. Hier stop ik een beetje al mijn hout in. Hier dingen zoals kisten en andere dingen. Geen idee. Tools, armor, weet ik veel wat kan hier. Natuurdingen kunnen we hier erbij. Mobdrops en voedsel kan hier beneden. Zoals je ziet heb ik het weer lekker goed voor elkaar. Goed, alles is helemaal gesorteerd. We kunnen nu dit vogeltje kunnen we meenemen. Het visje moeten we ook even ophalen. Nou trouwens, Arnold de vis mag... Of Arzold de vis mag op zich nog wel even chillen hier. Even kijken, mijn ijzer is in de tussen... Oh ja, dit vind ik toch een partijtje lekker, jongens. Allemaal ijzer, gewoon helemaal... Hallo vogeltjes, zullen we jou een plekje geven op mijn bureau hier? Kom maar hier. Of hier mag ook. Hallo? Wat doe je daar? Ga maar zitten, gewoon. Weet je wat? Ik geef je wel gewoon een setje. Je zit vanaf nu gewoon hier. Dat is helemaal prima. Laten we deze armor dan uitdoen. Mijn broek en mijn jas. En die hangen we hier. Moet ik alleen nog even een manier vinden om mijn helm en mijn broek terug te krijgen. Want ja, die heeft Harlow op het moment. Maken we wel even nieuwe armor. Gewoon lekker frisse nieuwe armor. Een helm heb ik toch niet nodig. Gaan we vast ook het koper smelten. Kan geen kwaad, weet je. En dan nu is het tijd om deze diamonds eindelijk een keertje te gebruiken. Laten we even een schepper van maken. De rest bewaren we die diamonds, want die kunnen misschien nog wel voor andere dingen handig zijn. Armor heb ik nog niet zozeer nodig. Al moeten we niet doodgaan, want dan hebben we ook een rode naam en worden we ook een van de jagers. Ik las trouwens nog wat onduidelijkheden over het hele jagerverhaal. Als er nog maar één iemand over is en die heeft gewonnen. Wow, het wordt ineens nacht en het wordt ook gewoon waarschijnlijk binnen een aantal seconden ineens weer dag. Er is een tovenaar. Nee, mensen dachten dat het seizoen zou eindigen als er nog maar één iemand over is. Maar nee, jongens, het is gewoon een leuke minigame die we tijdens dit seizoen spelen. Voor de rest is het gewoon Content Veen seizoen 4. In de tussentijd dat ik dit allemaal aan het doen was trouwens, is daar een cirkeltje ontstaan. Dus Floor en René zijn met iets begonnen. Justin heeft een bos gecreëerd. En Joris, die heeft wel al mooie aankleding aan zijn containerpark toegevoegd. Maar dan is het nu toch echt tijd voor meneer Varken. Goedemorgen, meneer Varken. Goedemiddag. Oh, hè? Ik stooi, denk kijk uit, kijk uit, kijk achter, kijk uit. Oh, wat gebeurt er? Oh, creeper! Joh, je maakt me echt... Laat me... Sorry. Oh, kom snel binnen! Doe de deur dicht! Ja, ja, Joh, ik kon gewoon even nou, gedacht we kunnen zeggen. Hier nooit meer weg. Jeetje. We zitten hier voor eeuwig vast. Nou, dat vind ik ook niet zo erg. Ik kom ook echt gewoon precies naar jou toe vandaag. Oh, jeetje. Oké, okay, ja. Wat gezellig. Ja, ik... Ja. Hoe heet het? Hoi. Hey, ik kom over meneer Varken praten. Ik heb een... Ja, ik kom... Weet je wat het is? Nee? Ik even zitten. Toen jij meneer Varken bij mij hebt afgeleverd en ik zo een halve dag op hem mocht passen, was de beste tijd die ik ooit in Content Veen Season 4 heb gehad. Ik begrijp het. Ja, hij is nog... Meneer Varken en ik hebben het heel leuk gehad. We hebben ook echt een band opgebouwd, vind ik. Dus om die reden, ik weet niet of je even met me mee wil lopen. Nou, waar gaan we dan naartoe? Ja. En overleef ik dan? Komt goed, komt goed. Waar is hij? Okay. Snel rennen. Hij is er niet, hij is er niet. Ik weet niet waar hij is. Oh, daar. Ja, komt goed, komt goed. Hierheen, hierheen, kijk. Huh? Ja. Wat is het allemaal, joh? Ja, ik ben druk bezig geweest. Dit is mijn oprit. En ik wil die eigenlijk een keertje doortrekken, nee, die van jou. Ja, maar dat moeten okay. We, daar hebben we nog een andere keer over. Dit is belangrijk. Ik heb daar nu wel al een plan voor. Oh, match dat met dit? Zeker. Oh, dat is heel, heel mooi gewoon. Hé, hey, wat vind je van dit hier? Hij heeft zijn eigen ingang gekregen in mijn huis. ja, ik denk wel dat hij eerst een beetje op dieet moet. Minder wortels voor meneer Varken. Past hij daar niet door dan, denk je? Ik weet wel zeker van Notes. Oké, okay, doe maar even dicht, anders gaat de tochten. Ja. Kijk, okay.
Ik vind het wel leuk. Dit heb ik eerder gezien. Nee, dit maar heb hier past hij ook niet doorheen, hè? Nee, maar dit is niet zijn ingang. Dit is mijn ingang. Okay. Maar het ding is... Ik vond het zo gezellig dat ik gewoon eigenlijk een soort hoekje voor hem heb gemaakt bij mij thuis. Oh, dat is... dat is wel echt heel scheetig. Kijk, en als je ook kijkt vanaf hier... Dit zijn net zijn oortjes en de deurtje is net zo'n varkensneusje. Zie je, het is net een varkentje. Wacht even. Ik... Moet een beetje inbeelden. Moet je met je ogen knijpen. Ik zie het. Je ziet het. Ja, leuk. Ja. Ja, en dan wil ze eigenlijk mijn aanvraag. Ik wil graag peetvader worden. Ja, is goed. Om het weekend mag hij bij jou. Ja? Ja, oh, dat vind ik heel leuk. Ik heb... Ik weet niet of je wortels hebt, want dan kunnen we zo'n ding vullen met wortels. En het water werkt niet echt mee. Oh nee, dat zit een beetje gekkig. Ja, dat zit een beetje vreemd. Maar ook wel leuk. Mag ik peetvader worden? Ja, ja. Oh, dat vind ik echt heel leuk. Ik ga echt heel goed voor hem zorgen. Maar wel een beetje in overleg. Want als ik hem kwijtraak, dan ben ik volledig in paniek. Nee, maar dat komt goed. Ik zal hem alleen in het weekend meenemen. Door de week mag jij hem. Huh? Ik had net nog om het weekend gezegd. Oké, om het weekend. Ja, hier ga ik mijn prullenbak... Dat is mijn... Hoe noem je dat? Je loopruimte onder je huis. De fundering is dit. Ja, nee, dan ga ik een prullenbakje maken. Oh, wat leuk. Ja, dan kan ik dingen weggooien. Ja, dat is wat leuk. En kijk, hebben we hier nu ook... Ik wil mijn broek en mijn helm terug. Joh, wie is dit dan? Dit is... Daar heb ik nog geen naam voor, maar ik heb wel een name tag. Oké. Weet je, jij mag... Ik heb een idee. Ik ga nu een Anvil maken van mijn hardverdiende eisen. Chip, chop, chop. Dan heb ik ook nog... Wat ben je allemaal aan het doen? Moet ik dan zo meteen ook iets... Wist je dat ik heb gewoon 36 levels? 36? Ja, ik heb heerlijk zitten ruilen met mijn vriendinnen. Ah, dus terwijl je wel dood bent gegaan. Hoe is het mogelijk? En nu moet ik dus een naam bedenken. Ja, voor de vogel. Oef. Heb je hem? Moet het nu hier ter plekke? 3, 2, 1! Oei. Oh, ik dacht dat je hem al had. Nee, wacht. Ik ga dat nu doen. Dit is verwarrend op een leuke manier. Heb je een naam? Ik ga ervoor. Oh jee, daar komt ie. Petranellius. Wat een naam! Petranellius. Nou, veel plezier ermee. Ja, dankjewel. De Anvil, die verzin ik wel een plekje voor. Ja, en is het helemaal ingericht, joh? Ja, leuk hè. Zijn dit je speakers? Dit zijn mijn speakers, ja. Oh nee, maar wil je niet te hard? Ik heb varkensmuziek. Mijn nachtrust. Ja, nee, komt goed. Ze werken ook niet. Dat is het ding. Ik ben te dichtbij gaan wonen, denk ik. Ja, en als je wil, kan je hier ook altijd nog naar de verkeerstoren bovenin. Ik ga nu naar de verkeerstoren bovenin. Jij komt ook naar de verkeerstoren bovenin. Mee. Ik kom mee. Ik ben in de verkeerstoren. Je kan door het oog kijken. Kijk. Oh ja, wat zien we dan? Justin. Oh, jeetje. Mooi hè? Ja. Ja. Oké. En je kan ook nog naar boven hier als je wilt. Het is wel gevaarlijk, want het is best hoog. En ik denk dat we dit niet zo snel overleven. Je moet wel echt voorzichtig zijn. Nee, maar hier mag meneer Vark ook niet komen. Maak je geen zorgen. Nee, dat moet een beetje voorzichtig doen. Oké, leuk joh. Hey. Ja, hey. Zo op de cactus gewoon. En Harlow noemde het een mactus. Ik heb zoiets gehoord, ja. Vond ik ook wel leuk. Altijd weer die Harlow, hè. Daarom. En nu? En nu gaan we naar beneden. Gaan we dan weer uit de verkeerstoren? Dan gaan we weer uit de verkeer, gaan we uitklokken. Nee, oké, maar om het weekend doen we. Beginnen we dan dit weekend, want het is nu vrijdag. Ja, dat komt goed uit. Ik ben er dit weekend not. Ik heb een speciale meeting met mijn vriendinnen. Oké. Dus dan mag jij meneer... Zullen we meteen eventjes... Ja, we gaan ze hem ophalen. Dus wil jij het doen of moet ik het doen? Ik kom hem wel even brengen. Ja. En dan kom jij je maandag weer brengen. Ik kom hem maandag weer brengen, oké. Nu door hier doorheen. Naar een soort tralies wel. Ja, hè? Ja, ik heb echt een fantastisch plan voor dit pad. Het komt helemaal goed. Het komt helemaal goed, oké. Ik heb vertrouwen erin. Tot zo! Okay, jongens, nu meneer Varken wordt opgehaald, gaan wij snel dit allemaal even vullen met appeltjes en worteltjes. Alleen ik heb niet meer. Als ik meer eet had, kon ik hem nog meer vullen. Dan heb ik zaadjes en bloemetjes. Oh, bloemetjes kunnen er ook in. Hier, dan vullen we hem lekker, dan heeft hij eten al. Meneer Varken gaat het hier echt geweldig hebben. Zo, kijk. Ja, meneer Varken. Dan ga je even naar papa doorheen. Walnut, hè? Dan ga je even naar papa Walnut. Past hij er doorheen? Nou. Oké, laat maar. Dat is een leuk idee. Wel leuk geprobeerd. Past hij hier doorheen? Hier past hij niet doorheen. Ik vind dit zeer confronterend. Maar, komt het niet door jou? Ga er eens af. Nee, het komt niet door mij. Weet je het zeker? Ja. Ik ben niet het probleem. Oh. Je tralies is het probleem. Zo. Wil je dan ook... hier. Is dit de stok van... Ja. Dit is de speelstok voor meneer Varken. Kom maar, meneer Varken. Kijk, hij is echt nu al blij dat hij hier is. Hij heeft het helemaal naar zijn zin. Hij heeft het helemaal naar zijn zin. Ik heb het eten gelijk voor hem bijgevuld. Hier zo. Oh, zal ik nog eventjes wat worteltjes brengen? Ja. Nog eventjes. Ja, dat is wel leuk. Tot zo, ja. Weer die gekke tralies.
Ben je nou al lekker een bad aan het nemen, meneer Varken? Het is ongelooflijk. Hij is een bad aan het nemen. Jeetje! Hij is aan het dansen, zo blij als die is. Er is echt van alles gebeurd. Hij ging zwemmen, hij ging dansen. Het is echt... Hij is zo blij. Wat goed, wat goed. Hé, instructies. 3 keer per dag. Boom. En als hij lief is geweest, mag je hem ook een aardappeltje geven. Oké, dan doen we nu eerst eentje. Kom maar, ik ga er wel even in. Ja, die is voor jou, hè. Ja. Sorry dat je dat moest zien. Ja, dat ging wel best wel heftig. Een beetje heftig allemaal. Nee, komt helemaal goed. Ik zal een speciale kist voor hem pakken. En dan komt het helemaal goed. Ik slaap ook naast hem, hè, dus er kan echt niks overkomen. Oké, nou, helemaal goed. Ik ga naar mijn vriendinnen toe. Ja, veel plezier. Doe de groetjes. Veel plezier, meneer Varken. Ja, ik ga jou ook missen. Ja, ja. Jeetje, hij heeft echt naar zijn zin. Nee, joh, hij is lekker aan het bobberen. Nou, dit komt wel goed zo te zien. Ja, dit komt wel goed inderdaad. Ja, dat is ook wel veilig. Ja, oh, tralies, oh. Doei. Goed, laten we dan even een kist pakken. Die zetten we eventjes... We doen hier later wel een prullenbak. Voor nu maken we hier gewoon een kistenplekje van. Hier zetten we even een kist neer. Doen we het even een beetje mooi maken met bruine blokken. Het ziet er nu natuurlijk niet uit. Zo, hoppakee. Die nog even dichtgooien. Dan hebben we hier een kistje. Daar kunnen we het eten en de spulletjes van meneer Vark in doen. Hoppakee. Ik had niet verwacht dat meneer KB hem daadwerkelijk mee zou geven. Ik had het echt niet verwacht. Ah, hij is zo blij. Kijk hem nou. Goed, meneer KB zei dat hij het ook eens was met hoe dit allemaal hier in elkaar zit. En dat hij al ideeën heeft om dit pad door te trekken naar zijn varkenshoofd daar. Dus dat moet helemaal goed komen. En nu moeten jullie gewoon even op dat duimpje omhoog klikken. Ik weet niet waarom, maar doe het gewoon. Laten we dan alleen nog even deze bamboe hier... Oh, daar hebben we een zwaard voor nodig. Dan halen we al deze bamboe nog eventjes weg. Oh, mijn zwaard is stuk. Dat ging echt sneller dan verwacht. Nog meer bamboe weghalen! Dan laat ik deze nog even staan, want ik vind dit voor een of andere reden wel grappig eruit zien. Toonk, 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 toonk. Maken we nog even prachtige lanterns en chains. Dan kunnen we eindelijk hier gewoon lanterns plaatsen. Dit is zoveel mooier dan die stomme stinktorches. Hier kunnen we hier ook gewoon een lantern plaatsen. Hier nog één, hier nog één. Meneer Vark, ik ga jou ook een mooie lampje geven. Dat kunnen we dan zo doen. Doe gewoon eentje hier en dan... Hoppakee, dit ziet er wel leuk uit. Ook nog even een schilderijtje hier. Waarom niet? Hebben we alle torches dan verplaatst voor lanterns? Ik denk het wel, hè? Jeetje, wat ziet het er ineens goed uit. Hier nog een lantern en daar nog eentje. Dan bij het bankje die ik hier heb, kunnen we ook nog een leuke lantern plaatsen, zo. Ah, dit is toch helemaal geweldig! Hier, dan kunnen we hier kunnen we ook nog gewoon even lantern plaatsen. En eigenlijk dan ook aan het andere armpje. Oeh, die kunnen we aan de cactus... Oh, ja, dat is ouw. Dat is ouw. Ik bedoelde natuurlijk, dat is leuk. Goed, en heeft de cactus ook wat extra licht? En ben ik helemaal tevreden? Haha, ja, dat was echt een hele leuke video. En deze video was ook echt heel leuk. Weet je, het was zo'n leuke video dat je gewoon nu even moet abonneren en even op die like-knop moet klikken. Maar voor nu, dank jullie wel voor het kijken. Kijk lekker deze video als je je verveelt, namelijk dit is het vorige deel, deel 1 van deze serie. Hele leuke video om even te kijken. En dan nu spreek ik later, glaasje water, heel veel video.